fractieleider van de coalitie, Aziz Kumar Gayadin, die is er met een delegatie geweest naar de IPU-meeting en is er dus nu terug. Gelet op het feit dat de president bezuinigingsmaatregelen heeft aangekondigd voor wat betreft dienstreizen, maar ook buitenlandse reizen. Vandaar dat we dan ook aan de fractieleider van de coalitie vroegen het belang van een dergelijke IPU-meeting. Verder spraken wij met de fractieleider van de coalitie over een aantal andere belangrijke issues, zo ook issue van de Nanny Staalweide en de motie die voorbereid moet worden. Maar uiteindelijk is Gayadin de fractieleider van de coalitie. U hoort Aziz Kumar Gayadin in gesprek met TBN Prime Alert. Nou kijk, waar wij als parlement een zekere band mee hebben, zeker wat internationale organisaties betreft, is, laten we zeggen, wereldforum van parlementen. En dat is IPU. En daar hebben we, participeren we al jaren. En daar hebben we zelf een stempel in. Tot recent was ik nog president van de committee, een van de vier pilaren van IPU, van democratie en human rights. Dus u begrijpt dat wij als land onze bijdrage leveren. En in deze ging het meer om de, laten we zeggen, harmonie, totstandkoming van wereldvrede. En daar hebben wij ook onze bijdrage geleverd, hoe wij dat zien. Ik denk dat de dames die ook mee waren binnen Vrouwenparlement Forum ook hun presentaties hebben gehouden. Dus dat is meer met betrekking tot laten we zeggen de werkzaamheden. En zeker wat onze commissie betreft was het meest belangrijke de AI, ja, dat we zien dat overhand neemt in de wereld en dat er regelgeving nodig is met betrekking tot AI om dat in goede banen te leiden. Voor artificial intelligence. Sorry hoor, ik heb het niet eens. In de wereld overhand neemt, maar dat het van belang is dat in jouw land er regelgeving is. Hebben wij regelgeving? Dat op dit ogenblik hebben we dat niet. Wat we zien is dat in Europa men al voorloop, weet je, er is wat regelgeving. We zien in de USA, Canada, maar ook zij zitten in de development fase. Dus daar hebben wij als commissie dan nu een resolutie voorbereid, die gedraft. En nu gaan we richting uitwerking daarvan, dat eigenlijk voor de hele wereld zal moeten gelden, oproep doen van we kunnen het niet stremmen, we moeten het niet tegenhouden, maar we moeten het wel dusdanig regelen dat het op de juiste wijze gebruikt kan worden. Ja. En in Suriname zelf, waar is het, zoals men dat populair zegt, in de baby of in de kinderschoentjes nog? Nou kijk, wij moeten een aantal stappen nog ondernemen. Een van ze is privacywetgeving. Daar zijn we al bezig. Het is hier in het parlement, maar wat nu ingediend is, is eigenlijk al helemaal achterhaald. Dus daar worden met deskundigen op dit ogenblik gewerkt om dat aan te passen, zodat wij nog in, zeker in deze regeerperiode, misschien zelf over enkele maanden, zover zijn om dat alvast al gestalte aan te geven. Want primair is het van belang dat je goed regelt met betrekking tot
privacy wetgeving, dat je kan beschermen de identiteiten en vervolgens dat wanneer je praat over AI, dat je nog verder gaat, hoe dat in die samenleving, want je moet dat niet tegenhouden, nogmaals, dat moet zich verder ontwikkelen. Toepassing daarvan, of het nu in het bedrijfsleven is of op persoonlijk niveau, maar en ontwikkeling van nieuwe technologieën. Maar het moet niet kwaadzins, laat me het plastisch uitdrukken, gebruikt worden. Ja. En waarom ik u meer de vragen van de meeting heb gesteld, heer Gayadin, u weet dat de president heeft het onlangs gezegd, buitenlandse reizen, die worden nu tegen het licht geplaatst over het belang, of het, ja, hoe belangrijk dat is. Ja, vandaar deze vragen. En u zegt dat deze meeting, welke jullie hebben bijgewoond, dus wel van belang is geweest. Nou, absoluut. Ik denk dat wat het parlement betreft, stel je eens voor dat wij geen deel zouden zijn van IPU, waar we lid aan van zijn. Ik bedoel, dan als je geen wereldforum hebt van parlementen, je weet dat binnen de IPU wij in het of tenminste onrecht dat aan parlementariërs worden aangedaan wereldwijd, ik bedoel dat ook aan de orde komt, dat is een speciale tak daarvan, maar ook andere zaken. Zeker waar ik naartoe doelde van de ontwikkelingen die er zijn en waar parlementen voort moeten gaan. Ook Griffie bijvoorbeeld, hoe de administratie en de Griffie zich ontwikkelt. Daarom was ook de substituut Griffier ook erbij. Heer Gayadin, en nu begrijpen we dat de president in het paasweekend in Nikeri is geweest, aantal bezoeken heeft afgelegd, zo ook aan de veehouders, waar de kwestie van staalweide nu speelt. En daar zou de president hebben gezegd aan de aanwezige parlementariërs van dat district dat zij een motie moeten indienen, en u als fractieleider van de coalitie, dat zal dus onder u moeten gebeuren, want u trekt eraan, u geeft leiding aan de overige parlementariërs. Hoe kijkt u zelf hierna, heer Gayadin? Nou, een motie mag elk parlementariër indienen. Maar ik denk dat het meer ging en dat de president daar getracht heeft weer te geven dat hij de belangen die er zijn, dat van de veehouders, wat ik kon destilleren uit zo'n interview, of tenminste wat we via de media hebben kunnen vernemen, is dat hij aangaf hoe stelselmatig gewerkt wordt en wat de bottlenecks zijn. En daar zien we dat, laten we zeggen, de veehouders die, als ik me niet vergis, vanaf 1938 daar bezig zijn en daar beschikking over hebben, later nog goed geregeld middels beschikking van toenmalig veel grondzaken onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Dat alles geregeld is, bedoel, daar zijn de rechthebbenden, of tenminste die daarvan gebruik maakten, de veehouders. En dan komt er een, laten we zeggen, een minister die geeft aan een particulier uit of een rechtspersoon dat niet kan. En dat heeft de president kunnen willen weergeven en heeft weergegeven dat dan kan is. En nadien wordt getracht en het is meer een juridische een soort strijd geworden, terwijl dat eigenlijk niet eens van belang is. En vandaar dat de president zei, laten we politiek kijken en als er maatregelen getroffen moeten worden,
dan zal er maatregelen getroffen moeten worden. Dat heeft hij aangegeven. En ik denk dat hij zijdelings bedoelde, ja, DNA-leden misschien Nikeri. Als jullie motie moeten indienen, laat dien maar een motie in. Maar ik denk niet dat het ging om, we moeten het accent niet verleggen. Accent ligt erin dat, de staat in deze, de minister van GBB, een verkeerde handeling heeft gedaan. En nu moet eigenlijk verder uitgezocht worden. En daar vraag ik misschien de DNA-leden van Nikeri, omdat de DNA-leden hebben ingediend bij een strafrechtelijk onderzoek gevraagd toen, ik denk eerder, aan het Openbaar Ministerie, procureur-generaal, of misschien nu niet gekeken moet worden of men niet in verenigingsverband, want als we zien dat die juridische zaak, dat het eigenlijk loopt tot een juridische zaak, of er niet in verenigingsverband samengespeeld wordt om de staat en in deze ook de veehouders te benadelen. Dus daar, ik denk dat misschien de parlementariërs opgeroepen wordt van mijn zijde meer in die richting te gaan kijken en het Openbaar Ministerie te vragen om een onderzoek in te stellen. Ja. En heer Gaydin, ik heb er met wat andere parlementariërs erover gesproken, uw collega parlementariërs. En u zegt het accent moet niet verlegd worden, maar zij geven aan hetgeen de president daar heeft aangegeven, dat in feite ook een zwakte toont van de president als hij aan parlementariërs vraagt om een motie in te dienen, terwijl de president degene is die in feite benoemt en ontslaat als het daarop moet aankomen. De president heeft niet gezegd dat hij zal handelen pas als er een motie komt. Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft zijdelings aangegeven, parlementariërs, misschien moeten jullie ook een motie in voorbereiden, toch? Maar de president heeft daarvoor, voordat hij dat aangaf, tenminste dat wat ik beluisterd heb, aangegeven dat er, als er gehandeld moet worden, zal er gehandeld worden. Dus ik zou precies wat ik zeg, het accent niet willen verschuiven nu, maar ze ons richten op de belangen, in dit geval, van de veehouders. Maar wat we ook bij deze case zien, heer Gaydin, is dat van gronduitgifte die zich dan ook wreekt onder deze regering? Klopt, ik bedoel, het is niet de eerste keer dat we zeggen. Dus daar hebben wij vaker om met de regering gesproken. Ik denk dat het niet zo mag zijn dat wanneer we zien dat zaken constant of steeds herhalen dit soort incidenten, dat dat zo gelaten zou moeten worden. Er zal gehandeld moeten worden. Dus ik ben blij dat de president onderkent dat er nu gehandeld zal moeten worden. En we kijken uit.